I believe that if we are honest with ourselves, that the most fascinating problem in the world is who am I? What do you mean? What do you feel when you say the word I? I myself. I don't think there can be any more fascinating preoccupation than that. Ja, wie ben ik? En waar wil ik staan in het leven? Zo'n kwartier wel op aarde, maar ik zou het begot niet weten, weet je. De wetenschap geeft ook geen reden. Verder van staat alles wat we weten echt geschreven in de sterren dan. Of is het een inside joke van ruimtewezens? Om intergalactical, stik, brood en spelen. Ik overdreef een beetje, ik weet het, maar overweeg het. En overwegen gesproken, ik loop op veel en hoop op meer. Dan een moedas waar ik in weg zak. Ik wil stromen naar de zee om te zien of dit ook echt was. Of ik echt tastte in het niets of dat net niks tastbaar is. De wijste mens weet dat zijn verstand een laste is. Want het is een lastig iets, die grijze massa in onszelf. Wie veel weet, weet dat wij nog niet de helft kennen van wat ik kennelijk aan kennis op te rapen valt. Als mensen nog ontkennen dat de mens van de aap afstamt. Ja, wie ben ik? Wat wil ik zijn, wat wil ik doen, ja wie ben ik? Ja, ja, ja wie ben ik? Met alles wat ik heb verken ik, dus wie ben ik? En waar sta ik op mijn 80ste? Eén leven hebben is voor mij het allerlastigste. Want ik wil zoveel zien en zoveel leren. En bovendien probeer ik niks meer te proberen. Ik wil alles of niks, al wordt het niks, is het alles. Alles op zijn plek, op die plakkers op mijn wel. Eist het wat tijd op, dan teken ik ervoor. Want ik ben alweer wijzer dan 7 tricks hiervoor. En het voordeel van de twijfel is dat ik zeker weet dat elke keuze die me leidde ook iets betekend heeft. Dus ik hef het glas op scherven, ik proost op onvolledigheid. Is niet voor niks dat haten blijft in de verleden tijd. Even tijd om het te vinden in de strijd die ik met mezelf voel. Want even goed ben ik het kwijt, maar het doet even goed om mijn gedachten te parkeren. Wie dat ik ben enkel de tijd zal het leren.